Goedenavond allemaal, wat ontzettend gaaf dat je kijkt naar Jubilee Live, waar we het vandaag gaan hebben over vasten voor vrijheid. Helemaal in het thema, ook van deze maanden, maar ook in het thema van het vaste, de vaste periode, waar we een thema hebben, vrijheid. En vanavond dus over vasten voor vrijheid. Weet dat je je gebedsverzoeken kunt sturen naar prayer@jubilee.nl. We staan zo graag met je in geloof voor wat dan ook, wat je ook nodig hebt. God is de Ik Ben, zoals we de afgelopen maanden hebben gezien in het woord van God. En wat eigenlijk betekent dat Hij wil voorzien in welke nood of wat er ook gaande is in je leven. God heeft het antwoord en Hij heeft de kracht en Hij heeft de voorziening die nodig is in jouw leven. En we staan graag met je in geloof om te zien hoe God machtig doorbreekt, ook in jouw leven. Waarom dit thema vrijheid? En waarom dit thema vrijheid in onze vaste periode? Ik wil even eerst een tekst met je lezen uit 1 Timotheus 1 vers 18. Die gaat over hoe je met profetische woorden om moet gaan. We kregen namelijk een machtig profetisch woord toen wij een tijd terug in Amerika waren. En daarom komen we ook tot dit thema vrijheid, ook rondom dit vasten. In 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 18... Er staat het volgende: deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij u daarna richtend de goede strijd strijdt. Er staat veel in deze tekst en we gaan even kijken wat hier zo al staat. Ik weet niet of je bekend bent met het profetische, maar zo ja, dan heb je waarschijnlijk ook profetische woorden al ontvangen. Hier hebben we een situatie waarin Paulus, de geestelijk vader van Timotheus, een jonge man van God die aan het groeien was in zijn roeping, een duidelijke opdracht krijgt van zijn geestelijk vader. Hij zegt: ik geef jou een opdracht, die vertrouw ik jou toe, mijn kind, geestelijk kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken. Dit geeft aan, op jongere leeftijd, of toen Timotheus dus nog jonger was, had hij profetische woorden, die waren vrijgezet over zijn leven. Profetische woorden is iets wat onze samenwerking vraagt. Want er staat hier, overeenkomstig profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij u daarna richtend de goede strijd strijdt. Wat doet een profetisch woord? Geeft inhoud, geeft een openbaring van de wil van God. Je toetst profetische woorden, maar als je weet, dit is de wil van God. En vaak is dat ook nog eens, komt het vanaf verschillende kanten en weet je, dit is de bevestiging van de wil van God voor mijn leven. Dat is niet zomaar een automatische toekomstvoorspelling wat allemaal sowieso uit gaat komen. Nee, dat vraagt jouw geloof en je actieve participatie. En zelfs vraagt dat van jou en mij dat we de goede strijd strijden. Waging war, zegt de New King James. Of de NIV zegt bijvoorbeeld fight the good fight. Fight the good fight. Hier, de goede strijd strijden. Het vraagt van jou en mij dat wij ons geloof inzetten en dat wij werkelijk onszelf gaan inzetten en in lijn brengen met de profetische woorden die over ons zijn uitgesproken. En dat willen we doen ook als gemeente, want een profetisch woord geeft ons aan dat dit is de wil van God. En als Gods wil bekend wordt gemaakt, doet hij dat nooit zonder kracht. Dan is daar ook de genade en de kracht beschikbaar om daarin te gaan wandelen. Maar dat vraagt jou en mijn geloof om uit de boot te stappen, als het ware, en op dat water gaan wandelen, omdat we weten dat is de wil van God voor jou en mijn leven. Snap je wat ik bedoel? Als ik even die metafoor aanhaal. Zeg dat ik mag komen en dan kom ik bij u op het water. Petrus moest ook uit de boot stappen om op een nieuwe manier Gods kracht bovennatuurlijk te ervaren. En zo is ook profetische woorden. Profetische woorden nodigen je uit om uit je boot van de comfort te stappen en te gaan stappen in de roeping en de identiteit waartoe God je geroepen heeft. Maar het is een strijd. Het is een strijd van geloof om daarin te gaan. En ga die strijd maar aan en ga wandelen in datgene waartoe God je heeft geroepen. Amen. Nou, in datzelfde kader willen wij dus ook strijden met de profetische woorden die God ons als gemeente heeft gegeven. En dat weet je, de Heer blijft zijn wil bekendmaken met allerlei profeten en profetessen die het woord van de Heer brengen. En we zien daarin de bevestigingen van God. Maar wij kregen een profetisch woord in 2018 en ik lees het even voor je, zodat je beeld krijgt van wat dit woord zei. Wat specifiek te maken had met een stuk identiteit en hoe God ons als gemeente ook wilde gebruiken. Maar laat het ook een zegen zijn voor jou, want je kan hier ook dingen uit ontvangen. De wil van God ook voor jouw leven. Want er zitten een paar dingen in die heel generiek zijn en gelden voor elke gelovige en voor elk persoon die gevuld is met de Heilige Geest. Het profetische woord klonk al dus:
Want jullie zullen samen op weg gaan om anderen ook te ondersteunen, zodat zij kunnen ervaren wat God van plan was vrij te zetten op aarde. En om de ware identiteit van bedrijven, cultuur, steden en dorpen waarin jullie zijn en de regio waarin jullie zijn te herstellen. Identiteit herstellen. Identiteit herstellen van steden, dorpen, culturen, regio's. Identiteit herstellen, de identiteit die God had bepaald voor de regio. Ook in deze regio, ook in Noord-Brabant, maar ook in de regio waar jij zit. Hij zal jullie helpen, zegt het profetisch woord, de gebieden te ontgrendelen. Unlock. Te ontgrendelen, die vergrendeld zijn. En hij zal vrijheid brengen. Hier krijgen we dat thema vrijheid. Ik zie vrijheid, zei deze profeet tot ons. Jullie banier zal vrijheid zijn. Jullie banier zal vrijheid zijn. Jullie banier zal vrijheid zijn dat jullie met jullie meedragen. Ja, ik zie een banier gezwaaid worden met de naam vrijheid. En mensen zullen beginnen te wandelen in seksuele vrijheid. Ze zullen wandelen in zuiverheid. Verslaving zal verbroken worden. Ik zag, er is een banier van vrijheid die jullie beginnen te zwaaien over mensen. En ze zullen bevrijd worden van denkwijzen en bolwerken. Ik zag verslavingen letterlijk verbroken worden. Mensen die zichzelf snijden. Mensen die met drugs te maken hebben. Ik zie dat drugs verbroken wordt. Drugs, de kracht van drugs verbroken wordt. Maar ik zag ook specifiek pornografie. Alsof er een zuiverheid wordt vrijgegeven. En een zuiverheid van hart en geest wordt vrijgegeven. Een heilige generatie die in staat zal zijn om voor de Heer te staan. Puur voor God. Om anderen ook naar een plek te brengen van ontmoeting. Om de glorie vrij te zetten. Om genezing en tekenen en wonderen vrij te zetten. Wonderen worden nu vrijgegeven. Wonderen worden nu vrijgegeven. Prijs de Heer. En dat is dat thema wat we ook zo zien. De banier die God ons heeft gegeven, die wij mogen opheffen in de strijd, in de geestelijke strijd en in de goede strijd van het geloof is een banier van vrijheid. En ons land heeft vrijheid nodig. Onze steden hebben vrijheid nodig. Onze dorpen hebben vrijheid nodig. Onze regio's, onze provincies, ons land heeft vrijheid nodig. Mensen zijn gebonden in allerlei vormen van verslavingen. Mensen zijn gebonden in pornografie, zijn gebonden in drugs, zijn gebonden in allerlei andere dingen. En God verlangt daarin vrijheid te geven. Dit is de wil van God. Want waar de geest des Heren is, zegt het woord van God, daar is vrijheid. Daar is vrijheid. Daar waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. God wil vrijheid brengen van elke vorm van gebondenheid. En hij wil zuiverheid brengen. En hij wil heiligheid brengen. En dat is waar we voor ook in geloof willen staan. Dat is ook wat we willen proclameren. We weten dat het is de wil van God. Maar we willen zien dat de identiteit van deze regio, een goddelijke identiteit ook van deze regio en van ons land naar voren gaat komen. Wij zijn niet het land van de losbandigheid. Wij zijn niet het land van de vrije drugs en de vrije seks. Nee, wij zijn het land van Gods normen en waarden, waar gerechtigheid regeert, waar God zijn werk doet, waar het koninkrijk van God zal bloeien en zal groeien, waar identiteiten hersteld zullen worden, want de enige manier waarop een mens zijn of haar identiteit vindt, is door God de Vader zelf. Halleluja. Waar mensen bevrijd en genezen worden, wonderen en tekenen die worden vrijgezet, omdat er een atmosfeer zal zijn waar de glorie van God vrij kan bewegen. Halleluja. En opnieuw zullen we profetisch bewogen en door de geest bewogen ook identiteit spreken. De God gegeven identiteit over bedrijven, over steden, over dorpen, over regio's en over onze provincie. En zo gaan we met elkaar een tijd van bidden en vasten in op dinsdag 12 september, woensdag 13 september en donderdag 14 september. Dat we met elkaar als gemeente vasten. Je bent van harte welkom om mee te doen in welke vorm dan ook. Ga ik vandaag ook over spreken, verschillende soorten vasten. De eerste dag vasten, die staat voor de gevangenis, staat open. Dat is het thema van de eerste dag. De tweede dag thema is vrij van de macht van zonde en dood. En de derde dag thema is vrij door de waarheid. Vrij door de waarheid. Er zijn drie soorten vasten. Er zijn drie soorten vasten. De eerste soort vasten die ik vandaag wil noemen is het volledige vasten. Denk hieraan dat we eigenlijk hierbij dus totaal niet eten. Vasten betekent niet eten. Trouwens, heb je de aflevering van vorige week gemist? Kijk die even. Want vorige week leg ik 5 kenmerken uit en wat de Bijbel zegt. Het thema was toen, is vasten voor nu? En ik heb daar de Bijbelse basis gelegd en de kracht uit proberen te leggen vanuit Gods woord wat vasten doet. De geestelijke kracht van het vasten.
Hier de praktische zin, de drie soorten vasten, volledig vasten. Hierbij drinken we alleen. We drinken alleen vloeistoffen. Je bepaalt zelf dan ook het aantal dagen. Wij als gemeente, we gaan 3 dagen vasten, maar je kan het langer doen. Je kan 5 dagen, 7 dagen, sommigen gaan 40 dagen. Maar de eerste soort is volledig vasten. Als gemeente doen we 3 dagen vasten. Dan de tweede soort vasten is gedeeltelijk vasten. Een gedeeltelijk vasten is bijvoorbeeld tussen 6 uur 's ochtends en 3 uur 's middags. Niks eten, alleen maar drinken. Of van zonsopgang tot zonsondergang niet eten. Niet eten en alleen maar drinken. En dat is dus het gedeeltelijk vasten, gedeeltelijk gedeelte van de dag. Soms kan het ook zijn een maaltijd overslaan. Dat is maar een korte gedeelte, maar enkele uren per dag. Maar dat is een gedeeltelijk vasten. Dan de derde soort, laatste soort die ik vandaag behandel, is de Daniël vasten. En dit is wanneer je geen vlees, snoep of brood eet. Bepaalde luxueuze, lekkere dingen leg je aan de kant, die eet je niet. Geen vlees, geen snoep, geen brood. Je drinkt alleen water en sap. Je eet alleen fruit en groenten en soms ook noten. Maar dat zijn mensen die ook, dat noemen eigenlijk het Daniël vasten. Geen lekkere spijzen, komt je mond binnen. Je eet dus anders, je eet sober, zou je kunnen zeggen. En waarom doe je dat? Vasten is altijd in combinatie met gebed. Je wijdt jezelf toe aan de Here. Nou, hoe begin je met vasten? Daar gaan we het vandaag over hebben. Begin met een duidelijk doel. We hebben het er vandaag al over gehad hoe dag 1, 2 en 3 van het vasten als gemeente hebben bepaalde doelen gesteld. En de teksten die worden daarover ook gedeeld, ook in de gemeente en in de verschillende life groups. Staan we daar krachtig in om te weten waar staan we voor in geloven, met welk woord van God vullen we ons. Maar het is belangrijk als je gaat vasten dat je een duidelijk doel hebt. Als je meedoet met de gemeente, gezegend ben je op al de socials, kun je al de teksten ook en elke dag neem je erin mee. Welke teksten we voor in geloven en wat het thema is voor die dag. Maar als je voor jezelf, er zijn waarschijnlijk ook dingen in jouw eigen leven waarvoor jij wil vasten. En het is belangrijk om voor jezelf ook die doelen te stellen. Stel een duidelijk doel voor het vasten. Waarom vast je? Heb je leiding nodig van God, een duidelijke richting? Is er een genezing waar je de doorbraak in wil zien? Herstel in je huwelijk of van familieproblemen? Sta je voor financiële moeilijkheden? Vraag ook de Heilige Geest om leiding rondom dit vasten en wees specifiek. Tweede punt. Bereid je geestelijk voor. Bereid je geestelijk voor. Beleid je zonde aan God. Vorige week ook over gehad. Ruim rommel op. Vraag de Heilige Geest ook om punten aan te wijzen in je leven. Vergeef iedereen die jou heeft beledigd of jou heeft bezeerd. En vraag vergeving aan degene die jij hebt beledigd of bezeerd. En geef je leven volledig over aan Jezus Christus. En wijs wereldse begeerten en verlangens af die jou proberen te hinderen. En dat kun je ook lezen in Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2. Lees je dat en als we eens kijken met elkaar ook naar die tekst, dan staat daar het volgende. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Je ziet het vraagt een actie van jou en mij. Stel jezelf als een levend, heilig en God welgevallig offer aan God ten dienste. Dat is uw ware eredienst, staat er, die van u wordt gevraagd. Dat is dus ook belangrijk in het vasten, jezelf toewijden aan de Heer en opnieuw bevestigen. Dit is mijn toewijding aan God. Ik zal leven, een levend, heilig en God welgevallig offer zijn in uw dienst. Halleluja, prijs de Heer. En dan zegt vers 2, zegt het volgende. Er staat, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld of niet gelijkvormig zijn aan deze wereld, zoals een andere vertaling dat zegt. Maar u veranderen, u moet getransformeerd worden door uw gezindheid te vernieuwen. Gezindheid, letterlijk betekent dat eigenlijk je denken. Verander je denken, zodat je zult veranderen. Jij en ik hebben verandering nodig. En soms bidden we wel eens tot God, oh God, verander mij. Dat is niet een goed gebed, denk ik. Want nummer 1, de Bijbel zegt dat wij zijn een wederom geboren geest. We hebben een nieuwe geestelijke identiteit gekregen. Een nieuwe geest heeft hij in ons geplaatst. Een nieuw hart heeft hij in ons geplaatst. Ik kan niet elke week weer een nieuw hart vragen, amen. Op een gegeven moment heb je een nieuw hart gekregen. Je gelooft in de Heer Jezus Christus. Je bent gedoopt. Je bent een nieuwe schepping. Je bent niet elke week moet je weer een nieuwe schepping worden, amen. Je moet gaan wandelen in de nieuwe identiteit die God je heeft gegeven. Niet eerder verander mij opnieuw. Je had zo'n prachtig lied, weet je, vroeger werd dat veel gezongen, Create in me a clean heart. Ik vond het ook een prachtig lied, nog steeds een mooi lied. Keith Green kon dat zo ontzettend mooi zingen ook. Create in me a clean heart.
Maar het is niet iets om elke week te zingen, amen. Het is mooi bij de bekering, als je Jezus nog nooit Heer gemaakt hebt van je leven, je hebt nog nooit een nieuw hart ontvangen, is het een prachtig lied. Create in me a clean heart. Man, ik besef, mijn hart is vol van zonde en duisternis. Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Weet je, dat zijn geweldige dingen. Maar niet elke week. Elke week niet. Nee, het is de bedoeling op een gegeven moment dat je het hebt, dat je daar ook in gaat wandelen. Amen. Als je eenmaal een nieuw hart hebt en je zit weer, nee, niet alweer. Dan zegt God, ik heb je al een nieuw hart gegeven. Halleluja, ga erin wandelen. Amen. Ja, maar ik merk in mijn leven dingen moeten veranderen en ik zit in patronen. Wat jij nodig hebt, is wat hier de Bijbel zegt. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. Niet langer gelijkvormig zijn aan deze wereld. Maar jij moet nu gaan veranderen door je denken te vernieuwen. Daar moet je mee aan de slag. Oh God, verander mijn denken, vernieuw mijn denken. Nee, dat doet God niet, dat moet jij doen. Dat zegt de Bijbel, dat moet jij doen. Mag ik het vriendelijk zeggen? Dat mag jij doen. Dat mag jij doen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Amen. Dus dat ligt bij jou. Dat is jouw en mijn verantwoordelijkheid om ons denken te vernieuwen met de waarheid van Gods woord. Daarom zijn we allemaal geroepen om Bijbelstudent te zijn. Amen. Dan het derde punt, bepaal hoe je zult vasten. We hebben het net gehad over de verschillende soorten vasten. Het type vasten dat je kiest, dat is aan jou. Je kunt een volledige vast doen, waarbij alleen die vloeistof verdrinkt. Of je kunt vasten zoals Daniel, die zich onthield eigenlijk van snoep. En snoep, de lekkere dingen en vlees. En het enige wat hij dronk was water. Vergeet niet om die tijd dan ook te vervangen door gebed en Bijbelstudie. He, dat je niet zegt van nou, ik ga het hard maken voor mijn vlees. Het is niet alleen zeg maar je vlees in onderwerping en verootmoediging brengen, je lichaam. Maar het is ook jezelf toewijden in meer tijd en aandacht geven aan God en aan zijn woord. Meer tijd in gebed. Meer tijd spreken in tongentaal. Meer tijd in de dingen van God. Meer tijd in aanbidding. Meer tijd in het woord. Amen. Vierde punt, bepaal de duur. Hoe lang ga je vasten? Wij als gemeente, we gaan 3 dagen vasten. Misschien wil je langer vasten. Misschien is het helemaal nieuw voor je en wil je 1 dag meedoen. Of wil je gedeeltelijk vasten en elke dag een maaltijd. Hoe dan ook. Je kunt vasten ook zo lang je wilt. De meeste mensen kunnen gemakkelijk 1 tot 3 dagen vasten. Maar je kunt ook genade voelen, genade ervaren om langer door te gaan. Zelfs tot 21 of zelfs tot 40 dagen. Gebruik daarin wijsheid en bid om leiding van de Heilige Geest. En voor beginners zou ik willen zeggen, weet je, doe rustig aan. Bouw dit op en leer wat dit is als onderdeel van de levensstijl van elke gelovige. 5e punt. Wat kun je verwachten? Wauw, wat kun je verwachten? Dan heb ik het eventjes niet zozeer over de geestelijke kant. Want de geestelijke kant heb ik vorige week behandeld. Wat je kunt verwachten als je gaat vasten. Maar even in het natuurlijke. Tijdens het vasten ontgift en elimineert je lichaam gifstoffen uit je systeem. Dat is wat er gaat gebeuren. Op het moment dat je niet gaat eten, gaat je hele lichaam blijft nog steeds doorwerken. Maar gaat eigenlijk rommel uit je lichaam verwijderen. En dat kan lichte ongemakken ook veroorzaken. Zoals soms hoofdpijn of prikkelbaarheid tijdens het terugtrekken. Als je op een gegeven moment niet meer zoveel cafeïne neemt in je koffie als je dat normaal gewend was. Of suikers. Ja, dan kun je best wel even een impact voelen in je lijf. En natuurlijk ook zul je honger hebben. Dat is een gevolg van vasten. En denk daar eens over na hoe je je activiteiten dan kunt beperken. En matig dan gewoon de manier waarop je bijvoorbeeld heftige arbeid doet of wat dan ook. Daar waar het kan, kijk hoe je dat beter kunt organiseren. Neem tijd om te rusten. Neem tijd om te rusten. Je hebt tijdens het vasten gewoon meer rust nodig. Omdat je waarschijnlijk minder energie, de kans is groot dat je minder energie hebt. Sommige mensen die voelen dat niet, hè? Die hebben dat helemaal niet. Dus die kunnen gewoon lekker doorrammen, zou ik bijna zeggen. Hartstikke fijn, geweldig. Maar andere mensen voelen dat weer wel. En dat is niet erg. Dat hoort er allemaal bij. Maakt niet uit. Vasten brengt, want dat moet je wel beseffen, vasten brengt wonderbaarlijke resultaten teweeg. En dus dat moet je weten. Het is een investering. En het kost best wel wat. En je vlees kan het uitschreeuwen. Maar het brengt zulke krachtige dingen geestelijk teweeg in je leven. En je volgt ook Jezus zijn voorbeeld als je vast. Dus dat is een belangrijk ding. Dus besteed tijd ook aan het luisteren naar aanbidding en lofprijs. Dat je je daar ook mee vult. Dat is een krachtige booster ook tijdens die tijden van bidden en vasten. En bid zo vaak als dat je kunt gedurende de hele dag. Praten met God. Spreek bidden in de geest. Bidden met je verstand. Aanbid de Heer met je geest. Aanbid de Heer met je verstand. Amen. Vermijd zoveel mogelijk de normale afleidingen. Pas je agenda aan. En hou je hart en gedachten gericht op het zoeken van Gods aangezicht. Dat is een belangrijke sleutel. Hoe rond je dan vervolgens het vasten af? Op het moment dat het vasten voorbij is, ga dan niet jezelf overeten. Ik heb nou zo'n honger gehad, nou ga ik mezelf helemaal vol proppen.
Nee, dat is niet goed voor je lijf, niet goed voor je lichaam. Ook begin geleidelijk gewoon met vast voedsel te eten. Neem kleine porties. Snap je? Dat je ook je lijf even de rust geeft nadat het helemaal gedetoxed is. Dat je zorgt voor een opstopping. Amen. Dus hou daar rekening mee. Als we nog eens even kijken naar de dagen dus. Hè, de eerste dag, de gevangenis staat open, is het thema van de eerste dag met daarbij de Bijbelteksten. Dag 2 hebben we vrij van de macht van zonde en dood. En dag 3 vrij door de waarheid. En daar staan we voor op de bres. Daar gaan we voor dat we daarin doorbraken zien. En op die manier samen gaan we bidden en vasten. Amen. Prijs de Heer daarvoor. Als je een vraag hebt hierover of je wilt op reageren of je hebt een getuigenis of een gebedsverzoek, kun je naar een van de e-mailadressen een mail sturen, zoals ook onderin zichtbaar in het scherm op dit moment. Weet dat je van harte welkom bent in onze samenkomsten elke zondagmorgen om 10 uur in Geertruidenberg, in Den Bosch of in Breda. En natuurlijk op al de socials of op www.jubilee.nl. Wees van harte welkom om op ons aan te haken, zodat we met elkaar de Heer groot mogen maken en mogen groeien in Hem, zodat Jezus Christus alle eer en glorie krijgt voor eeuwig en eeuwig, maar ook in jou en mijn leven. Amen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wens je God zegen toe en heel veel kracht in jouw leven met God, ook in een levensstijl van vasten en bidden. God zegen. Leuk dat je kijkt naar Mijn Volgende Stap. Leidraad eigenlijk van deze serie is het boekje van Mijn Volgende Stap. Dat is dit boekje. Ik was geraakt door liefde van God, maar eigenlijk zat ik ook nog met heel veel vragen. Ik dacht, oké, ik geloof in God, maar wie is God dan eigenlijk precies? Ik wist nog niet alles van Hem. Ik was eigenlijk benieuwd, hoe bid je eigenlijk? We hadden thuis een Bijbel, maar ik vond het vooral een heel dik boek en lastig om aan te beginnen. Dus hoe lees je Bijbel? Wat is het evangelie? Wat is bekering? Waarom zou je naar een kerk gaan? Dus er waren allerlei vragen die in mij opkwamen. En ik denk, omdat ik toch wel vrij blanco stond in het geloof, eigenlijk niets wist, dat ik daardoor ook passie heb ontwikkeld om andere mensen mee te nemen in hun eerste praktische geloofstappen. En ik wil je eigenlijk in deze serie meenemen in Jip en Janneke taal in deze vragen. En ik wil je ook echt uitdagen om deze serie te kijken. Het zijn geen ingewikkelde Bijbelstudies. Maar ik geloof wel dat op de manier waarop het mij praktisch heeft geholpen om hiermee aan de slag te gaan, dat het ook jou praktisch zal helpen.